Nee, minister Tor, de woord naar aanleiding van deze coronacrisis was duidelijk. Blijf in uw kot, dat geldt voor iedereen, maar blijkbaar niet voor asielzoekers. Want sinds het begin van de coronacrisis, begin februari, meer dan 10.000 nieuwe asielzoekers die zich hebben hier asiel aangevraagd. En dat leidt tot de opening van nieuwe centra, onder andere vorige week maandag in Kalmthout. En wat een rode draad is bij de opening van dit soort centra, is het gebrek aan, of de toch wel zeer gebrekkige communicatie. Hier weer al niet anders. 18 oktober gemeenteraad, daar wordt officieel toegegeven dat het centrum de week erna open gaat. Een paar dagen later een flyer in de bus van de bewoners op maandag 2 november. En op vrijdag 6 november is het zover, daar zijn de eerste asielzoekers. Gebrekkige communicatie dus, waarbij niet alleen FET-asiel, maar zeker ook uw fameuze en zo breed aangekondigde verbindingsofficieren compleet, maar dan ook volledig afwezig zijn. Wie wel aanwezig is, tegenwoordig is een privaat bedrijf, G4S, een Britse firma, die tegenwoordig de uitbating van de centra doet en die tegenwoordig ook de flyers verspreidt in de betrokken wijken. Ik heb er hier een bij, met het logo van G4S op, ondertekend door de heer Patrick Biegel, centrumverantwoordelijke, op de loonlijst van G4S. En men kan antwoorden of vragen stellen aan een e-mailadres van, u had het al begrepen, de firma G4S. De overheid komt zelfs in de communicatie er niet meer aan te pas. Blijkbaar is mensenhandel een bijzonder lucratieve bezigheid geworden waar veel geld mee te verdienen is. En u moet mij eens uitleggen hoe het mogelijk is dat een bedrijf die geld verdient met de uitbating van asielcentra uiteindelijk verantwoordelijk kan zijn voor de communicatie naar de bewoners. Ze hebben er alle belang, financieel belang bij, dat die centra door hen worden uitgebaat en dus kunnen bestaan. Hoe zouden zij in hemelsnaam de communicatie kunnen verzorgen ter zake? Dus, meneer de minister, mijn vraag aan u is vrij simpel. Waarom is de Vlaamse overheid, uw fameuze verbindingsofficier, compleet, maar dan ook totaal afwezig in deze, niet alleen in Kalmthout, maar ook in Bilzen, ook in zoveel andere gemeenten, waar dezelfde problematiek zich stelt en waar een privébedrijf de taak van de overheid qua communicatie volledig en totaal heeft overgenomen? Meneer minister, ik stel vast dat corona een soort van glijmiddel is geworden om illegale immigratie verder te faciliteren. Media is niet meer geïnteresseerd in de problematiek, maar de bewoners in de betrokken wijken natuurlijk des te meer. En u zei deze week in een interview, integreren doe je niet vanuit de wetstraat. Maar als het er echt op aankomt, niet om interviews te geven, maar om beleid te voeren, is die Vlaamse overheid met zijn verbindingsofficieren en zijn integratieagentschap compleet, maar dan ook volledig afwezig. En wat ik aanklaag, en dat zou u misschien beter ook eens doen, dan grote interviews te geven over het geslacht der engelen, is dat ondertussen, meneer de minister, niet FET-asiel, maar de firma G4S de communicatie voert, waar in de pamfletten die zij verspreiden uitdrukkelijk staat. Als u vragen, opmerkingen of klachten hebt over het asielcentrum, kunt u ons contacteren via ockalmthout@bg4s.com. Een Britse firma voert de communicatie. De verantwoordelijke van het centrum staat op de loonlijst van G4S. Zover zijn we gekomen. De overheid is afwezig, schuift de hete brei door naar een privéfirma die uiteindelijk zelf geld verdient aan het openhouden, het installeren en het uitbaten van dergelijke asielcentra. Van belangenvermenging gesproken, hier hebt u er eentje, klaag dat aan in plaats van de fameuze interviews over integratie die u geeft. Als u aan de ene kant in al die interviews, ik heb er al naar verwezen deze week, zegt we moeten meer doen, integratie gebeurt niet vanuit de wetstraat, maar vanuit de dorpsstraat enzovoort enzovoort. En de Vlaamse regering moet daar de leiding nemen. Maar als het zover is, dan zegt u het is de schuld van FET-asiel of we staan achter de lokale autonomie. En dus hebben wij feitelijk niks te vertellen en hebben we ook geen verantwoordelijkheid. U hebt wel verantwoordelijkheid. U hebt verantwoordelijkheid wat communicatie betreft van deze aangelegenheden. En zeker wanneer u de pretentie hebt gehad om via die fameuze verbindings officieren naar buiten te komen met de mededeling en vanaf nu zullen we het zelf in handen nemen en gaan we communiceren met de bevolking. U communiceert niet, FET-asiel communiceert niet, Vlaamse regering communiceert niet, wie wel communiceert, ik herhaal, is een Brits bedrijf dat rechtstreeks financiële belangen heeft bij het uitbaten van dit soort van asielcentra en die ondertussen ook de communicatie ter zake doet. Zover zijn we wegens de afwezigheid van enige
verantwoordelijkheid en beleid van de Vlaamse regering en van de federale.